Tijd voor een blik op de wereld. Vandaag komt dat van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dag Geert-Jan. Goedemiddag Edwin. Ja, de New York Times kwam vannacht met een update over het Oekraïnse tegenoffensief. Er zou sprake zijn van een kleine doorbraak. Het tegenoffensief zou nu echt begonnen zijn, hè? Ja, nou, het is maar hoe je het interpreteert. Dus de New York Times hint er dus op dat de inleidende beschietingen, die ik denk een maand of drie hebben geduurd, maar in onze gedachten veel langer, want wij waren afgelopen winter al bezig met het voorjaarsoffensief van de Oekraïne. Wij zijn er al maanden mee bezig. Ja, wij zijn er al maanden mee bezig. Ja. Het is alsof we met popcorn zitten te wachten op mensen die de verschrikkelijkste dingen met elkaar doen. Eigenlijk is het heel cynisch als je dit zo schetst. Maar waar de New York Times vooral op hintte, was dat zij informatie hebben over dat er een kleine doorbraak dus is in het zuidelijk front. En waarom is dat belangrijk? Wat er de afgelopen maanden bij inleidende beschietingen is gebeurd, is ten eerste dat Oekraïne aan het kijken is geweest. Zijn er verdedigingslinies van de Russen waar ze wat zwakker zijn, waar we misschien een beetje doorheen kunnen? Dat hebben ze getest. Maar wat de New York Times ook zegt nu, is dat de beste Oekraïnse eenheden nu worden ingezet. Dat extra militair zijn gehouden. Ja, extra, maar vooral de beste. Die dus ook door het Westen zijn getraind de afgelopen maanden. Nou ja, wat dat gaat uitmaken, dat is nu de grote vraag. Ik heb even gekeken wat het ten opzichte van vanochtend is veranderd aan informatie, want Oekraïne houdt de kaken op elkaar. Zegt er niks over natuurlijk. Rusland is met een reactie gekomen en zegt, ja, ze hebben geprobeerd door de linie heen te breken, maar ze zijn door ons weggejaagd. Nou, dat kunnen we ook niet verifiëren. En je moet het zo zien, Edwin, als ik het zo mag uitleggen. Alle informatie die wij krijgen, bijvoorbeeld via de New York Times... zelfs die we krijgen via Oekraïne of via Rusland, die zou zomaar 48 uur gedateerd kunnen zijn. Wij, als simpele journalisten, lopen achter de feiten aan. Mm-hmm. Want je gaat natuurlijk niet real-time met een live-blog van achter die ene boom waar je staat vertellen dat je op dat moment achter die boom door een Russische linie probeert heen te breken. Nee. Dus misschien zijn de Oekraïners al veel verder dan we denken, maar misschien is die aanval inderdaad ook afgeslagen. Ja, maar Zelensky heeft gisteravond nog een toespraak gehouden, toch? Daar heeft hij toch ook al een beetje hierop gehint, dat het nu eigenlijk een beetje gaat beginnen? Ja, en dat er wel degelijk succes is geboekt. Nu moet Zelensky ook wel telkens in zijn toespraken aangeven dat het succes is, want hij moet ook houden. Ja, een draagvlak houden inderdaad. Dus niet alleen in eigen land, maar ook bij het Westen natuurlijk. Precies, dus wat is dan een succes? En voor Oekraïne geldt ook wel dat elk dorp dat bevrijd wordt, of elk stadje, dat het ook als een overwinning wordt gevierd. Je zal maar uit Zaltbommel of Groenlo of uit Meppel komen, en dat is toevallig net de plek die bevrijd wordt. Dan kan dat natuurlijk ook wel betekenis hebben. Alleen dat voelen wij hier niet zo, want wij kijken naar het totaalplaatje. Ja, maar echt een duidelijk beeld wat er nu eigenlijk gebeurt, dat weten we nog even niet. Nee, het is echt afwachten en dat is een heel saai antwoord. Ja. Maar zodra er meer... Of 48 uur, kom even terug. Ja. Nou, weet je wat het is, Edwin? Ik volg het ook via Telegram, Telegram-kanalen, en dan zie je ook pro-Russische Telegram-kanalen die wel aangeven, nou, op deze plek zijn beschietingen geweest. We worden hier en hier onder vuur genomen. Dan krijg je wel een beeld van dat Oekraïne inderdaad al een aantal verdedigingslinies voorbij is. Maar zijn ze daar actief aan het aanvallen man tegen man, of zijn het beschietingen? Dat soort dingen moeten we afwachten. Dan is er vannacht ook weer een aanval geweest op de infrastructuur van de haven van Odessa. Ja, dat gaat al dagenlang door. Dat zijn dan ook aanvallen op de graanvoorraad van Oekraïne? Ja, en de Russen hebben daar een verhaal bij bedacht waarom ze dat doen. Ze zeggen dat die aanvallen op die havens, niet alleen van Odessa, maar ook van Mykolaiv en van Chornomorsk, er zitten een aantal havens aan de Zwarte Zee die nog in handen is van Oekraïne. En Rusland zegt daarbij, ja, wij vallen aan als een reactie op de aanval van Oekraïne op de Krimbrug. De Oekraïnse geheime dienst heeft vanochtend weer daar iets over tegen persbureau Reuters gezegd en toegegeven dat ze daarachter zitten. Mm-hmm. Tegelijkertijd, in dat Russische narratief, zit ook telkens het verhaal dat ze sinds 10 oktober, dus dat is al drie kwart jaar, toen ze begonnen met het bestoken van die elektriciteitscentrales, al drie kwart jaar bezig zijn met Oekraïne aan te vallen op hun militair industriële complexen, energievoorzieningen of opslagen waar overal munitie ligt. Maar nu is het toch juist de graanvoorraad? En nu de graanvoorraad, maar wat ook wel soms in het verhaal terugkeert in Rusland, is dan dat daar ook toevallig wapens liggen opgeslagen bijvoorbeeld. En het is ook, het past binnen het verhaal dat ze ooit zijn begonnen aan het begin van de oorlog. Heb je misschien wel gehoord van termen als denazificatie en demilitarisatie. Mm-hmm. Nou ja, als je een aanval uitvoert in het Zwarte Zeegebied, dan wordt het weer gezien als een demilitarisatie. Want je zorgt ervoor dat Oekraïne geen toegang meer heeft tot de Zwarte Zee, dat ze geen toegang meer hebben tot hun schepen, waar volgens de Russen niet alleen graan in zit,
maar misschien ook wel een heleboel gevaarlijke wapens. En dan nog iets waar Russische staatsmedia uitvoerig over berichten. Er is weer een aanstaande mobilisatie. Heel veel discussie ook erover in Rusland. En dat is vooral interessant, want vaak wordt daar met één mond gesproken. Maar er is een aantal senatoren die zich toch wel uitspreekt tegen het idee dat de leeftijd voor de dienstplicht omhoog is gegaan. Die is van 27 jaar naar 30 jaar gegaan. Dus iedereen tussen de 18 en 30 kan nu worden opgeroepen. Terwijl ze het eigenlijk daar niet allemaal mee eens zijn. En ze zijn ook aan het kijken in Rusland, hoe kunnen we hier nou weer een goed verhaal van maken? En de defensievoorzitter van de commissie in het parlement in Rusland, die zegt, ja, het begint een beetje naar oorlog te ruiken. Dus ja, het wordt wel interessant om dat in de gaten te houden. Dus alle Russen in die leeftijd die zijn weer op weg naar Azië waarschijnlijk? Die kunnen er rekening mee houden dat ze vanaf nieuwjaarsdag worden opgeroepen en dat ze zich klaarmaken op een langere, grotere oorlog. Dankjewel, Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.